Dat hebben we als derde thema gekozen. Ik herinner me een droom. Was ik een jaar of 18. En in die droom viel ik... Of lag ik eigenlijk precies zo in mijn bed zoals ik ook in het echt erin lag. En in die droom viel ik ook in slaap. Maar ik herinner me maar dat ik één keer ben wakker geworden. Ik herinner me niet dat ik twee keer ben wakker geworden. Dus wat zegt mij dat ik niet nog steeds in de droom leef? Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Staat hij aan? Ja, staat aan. Aan, daar kan hij niet staan. Ja. Nee? Okay, ja, nee, okay, ja, nee. Okay, oh, nee, 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 we hebben een probleem. Ja! Nee, nee, nee. Het is een duaal probleem. Nou zeg. Ja. Ik leef niet in de dualiteit hoor. Ja, ik ben gewoon vet. Eén. Nee, 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 nee. Wie ben jij dan? Ja, dat is de vraag hè. Ja, zolang dat de vraag is, leven we erin hè. Nou, gassen. Ja man. Ja, dan kom ik eigenlijk al heel snel dus bij de vraag van oké, we hebben het nu over groepen gehad. En hoe verhoudt zich dat dan tot mij? En hoe verhoudt zich dus eigenlijk die wij-beleving tot mijn ik-beleving? Nou, als ik schrijf, dan heb ik daar geen vragen bij. Als ik schrijf, dan ben ik echt. Dat weet ik. Dus wat ik schrijf, voelt voor mij echt. En ongeacht eigenlijk wat iemand anders daarvan vindt. En daar stoei ik wel eens mee. Want ja, er wordt nou eenmaal van alles wat gevonden. Dus ook van mijn schrijven. I used to be a guy who was experiencing the world. And now I feel like the world and the universe experiencing a guy. When the curtain goes down at the end of the drama... The hero and the villain step out hand in hand, and the audience applaud both. Because they know that the hero role and the villain role are only masks. As an actor, you play characters, and then if you go deep enough into those characters, you realize that your own character is pretty thin to begin with. You know? And then you suddenly have this separation and go, well, who's Jim Carrey? Oh, he doesn't exist, actually. And at a certain point, I realized, hey, wait a second, you know, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? En wat ik heel mooi vond daarin was gewoon de realisatie dat als je die vraag stelt van, goh, wie ben ik echt? En dat je eigenlijk die hele wereld manifest maakt. Ja, precies. Hè, dus dat is, en dan kom je impliciet vanuit een niet weten. En dan zit je dus ook in de wereld van niet weten. Ja. En terwijl als je hem stelt zo van, nou, ik ben echt. En je kunt dat gewoon voelen. En dat hoef je geen bewijslast over te hebben. En dat kun je ook zeggen als je het niet weet, zeg maar. Als je niet bepaalde dingen weet. Maar je kunt wel voelen van, hey, ik ben echt. En als je dat gewoon gedragen kunt zeggen van, nou, ik ben echt. Dat is een heel ander veld waarvanuit je dan spreekt. Ja. En die was wel heel fijn om te voelen, inderdaad. Een van de allerbelangrijkste dingen om mee te nemen in je onderzoek is de vraag van hoe vrij ben ik? Hoe vrij ben ik met mijn manier van hoe ik de wereld en de werkelijkheid om mijzelf ervaar? En daarmee bedoel ik hoe afhankelijk, hoe vast zit ik nog aan iets wat mij kennelijk bestuurt? Ja, dat is een hele diepgaande hoor, want als je hier echt werkelijk naar durft te kijken, dan zul je er schoorvoetend... misschien wel schoorvoetend, achter kunnen komen dat er toch nog wel dingen zijn die je wilt vasthouden. Mm-hmm. Mijn reactie naar mij toe is dan vaak van, ja, maar Martijn, moet ik dan alles helemaal loslaten? Moet ik nog alles loslaten omdat jij het zegt dat ik helemaal niet afhankelijk van iets moet zijn? Nee, lieve schat, niet omdat ik dat zeg, daar gaat het niet om. Het is meer de test. Kijk eens, wat wil je overeind houden? Want als bijvoorbeeld het innerlijk bewustzijn niet vrij kan komen en jij denkt van wel, omdat je in iets wat heel erg mooi en belangrijk is niet los kunt laten... met
in je achterhoofd en in je hart dragen ervan. Maar het kan ook wel eens een instrument zijn. Juist om een vibratieveld van afhankelijkheid, hoe subtiel en hoe in de details ook aanwezig, in stand te houden. Als je dat durft te onderzoeken, als je dat durft los te laten, dan kun je zeggen, ik ben vrij. Dus de vraag is als eerste altijd, hoe vrij ben je werkelijk? Waar zit je aan vast? Wat staat er tussen jou en vrijheid in? Welk model? Welke overtuiging? Welke aanname? Waar is dat op gebaseerd? Als Jezus Christus nooit heeft bestaan, nooit, Yeshua ook niet, als die nooit in ons universum is geweest, als dat een vibratie is geweest van zeer hoogwaardige technologische ingrepen, waardoor er in onze historie dingen zijn ontstaan, zoals boeken, geschriften, etc., die gebaseerd zijn op een leugen, wat zou dat nou werkelijk, heel eenvoudig, werkelijk veranderen in het hier en nu, in onszelf? Nou, voor de meeste mensen heel veel. Die worden daar helemaal witheid van, boos van, verdrietig van en onpasselijk van. Zo diep afhankelijk van de informatie uit de Matrix. Het werkelijke, goddelijke, vrije bewustzijn kan alles loslaten. Dat is wat ik dus eigenlijk mijn antwoord is van hoe weet je nu wat wel en niet van jezelf is, wat je denkt. In feite weet je dat nooit, maar je moet in ieder geval durven vrij te komen in alles wat je ook maar vrij te maken hebt. En dan moet je altijd ervan uitgaan dat alles wat je denkt, alles wat er door jou heen loopt waarvan jij denkt dat je het zelf denkt, dat daar een strijd over wordt gevoerd buiten deze werkelijkheid, dat er een propaganda-informatieoorlog woedt in dat jij precies moet denken om binnen die bandbreedte te blijven van de oorzaak- en gevolgwetgeving, omdat de eindstreep volgens bepaalde schakers in het speelbord moet er zijn dat de mens zich niet herinnert dat zij de goden van oorsprong is, zijn. Waar wij ons voor klaar aan het stomen zijn, is gewoon om mens te worden. Wat mens zijn oorspronkelijk is. Wat mens zijn echt is. Mens zijn is niet oorlog voeren. Mens zijn is niet dieren laten lijden. Mens zijn is niet de aarde vervuilen en uitputten. Mens zijn is niet te zeggen van ja, nou ja, goed, ik trek mijn handen ervan af hoor. Dat wordt van buitenaf geregeld. Ja, ik moet er wel aan meedoen. Mens zijn is niet andere mensen aan hun lot overlaten of andere mensen aanvallen. Andere mensen ondermijnen. Mens zijn is niet jezelf voor opstellen en een ander naar achteren schuiven. Mens zijn is vriendschap. Vriendschap veel groter dan het woord. Mens zijn is elkaar werkelijk zien. En elkaar ondersteunen om door de bepaalde processen heen te wandelen. En daar worden we in getest. Keer op keer glijden we daarop uit, omdat we niet weten hoe we met onze eigen emoties om kunnen gaan. Dat is het punt. Wat emoties zijn. Daar ontstaat, daar ligt de discrepantie. Ja, wat ik zelf eigenlijk ook altijd voel, is dat iemand toonde mij een stuk eigenheid in voelen. Dat ik dacht, wow, we dragen puzzelstukjes mee als het gaat om voelen. En dan heb ik het over oorspronkelijk voelen. En die kracht is zo immens groot. En er liggen zoveel leerlijnen langs in dit aardse veld, dat het gewoon... Ja, misschien wel het moeilijkste pad is om te ontclusteren, zeg maar. En wat ik zag was gewoon dat ik ook echt aangaf van jeetje, wat prachtig dat je me dit laat zien. Want je hebt zo'n eigen manier van voelen. Die heeft niet alleen nog niemand uitgelegd. Dat ga jij doen. Waarschijnlijk, hè? Als je durft, zoals ik dat ook doe en Arjen probeert en doet en we proberen het allemaal. Maar dat is een puzzelstukje die je aan kunt reiken. Het is het idee dat als je maar lang genoeg naar emoties staart en daar een pad in creëert die voor anderen begaanbaar is... Die klopt sowieso al niet. Want je creëert alleen maar een pad die voor jezelf begaanbaar is. En daarmee laat je zien dat je weer bij je eigen wezen komt. En daarmee nodig je iemand anders uit om zijn eigen puzzelstukje te laten zien daarin. Ja. En dus niet van volg mij, want ik weet de weg. Want ik heb het bestudeerd. Het is natuurlijk heel fijn, het is heel waardevol dat mensen doorvoelen en doordenken ergens op. En dus, nou ja, ik heb dat natuurlijk heel vaak met emoties in mijn schrijven.
En de muzikanten, kunstenaars, die zijn daar natuurlijk ook heel veel mee bezig. Maar eigenlijk iedereen. Iedereen is een kunstenaar. Hè? Dus het is ook dikke onzin dat die rare kaders allemaal bestaan. Maar de realisatie dat wij allemaal daar stukjes van in ons dragen die zo uniek zijn, dat alleen wij dat zelf maar naar voren kunnen dragen. En daar worden constant sluizen overheen gegooid. Nee, maar ik weet beter hoe het moet met emoties. Nee, maar ik weet het nog veel beter. Ja, maar ik ben nog net iets meer op weg. En dat is een hele gevaarlijke fuik. Want ik heb, ja, wat ik zei, het is dieprakend als je daarvoor open kunt staan hoe mensen in hun eigenheid omgaan met zoiets als voelen. En hoe we constant in de afleiding gezet worden over wat het ware gevoel in zou houden. En dat is een gigantische opening ook naar echt zijn.